Welke kenmerken van autisme ervaar ik momenteel veel in het dagelijks leven? Hallo allemaal, ik ben Mariska en vandaag ga ik het hebben over welke kenmerken van autisme ik momenteel vooral ervaar. Autisme is een spectrum en dat betekent dat er ontzettend veel kenmerken zijn die bij autisme horen. En de ene persoon met autisme heeft gewoon meer last van andere dingen of loopt meer tegen weer andere dingen aan. En er zijn natuurlijk ook best wel veel dingen die juist een talent kunnen zijn. En ja, ik wil graag met jullie delen waar ik op momenteel eigenlijk vooral tegenaan loop. En het zijn ook wel vaak dingen waar ik wel ook een belemmering in ervaar. Dingen letterlijk nemen. Ja, waar ik de laatste tijd best wel vaak tegenaan loop is dat ik dingen letterlijk neem. En nou is dat ook wel iets wat ik eigenlijk toch wel altijd al wel heb gehad. En het is niet zo dat ik alles maar letterlijk neem. Maar het zijn gewoon bepaalde situaties waarbij het me opvalt en die voor mij voor onduidelijkheid kunnen zorgen. En fouten in de voorspelling, dat ik gewoon een andere verwachting had. Waardoor ik uiteindelijk ook gewoon in de war kan raken of extra vermoeid, kortsluiting kan krijgen. En ik zal ook een voorbeeld geven. Als iemand tegen mij zegt van nou, ik zie je zo weer, die gaat bijvoorbeeld en is van plan om zo weer terug te komen. En iemand zegt tot zo, dan heb ik daarbij als verwachting zo direct. En dat is voor mij eigenlijk gewoon binnen een half uur, drie kwartier ongeveer. En nou komt dat toch wel voor dat de persoon in kwestie soms pas na een uur of drie, vier weer komt. En dan ben ik eigenlijk altijd in de tussentijd in een soort van wachtstand. En dan denk ik van nou, waar blijft hij nou? Hij zei tot zo. Weet je, ik zit te wachten. Ik kan niet echt iets gaan doen. Ik kan niet even het huis verlaten om te gaan wandelen. Ik kan ook niet echt ergens aan beginnen in huis, want dan heb ik het idee dat ik elk moment onderbroken kan worden. En dan komen we dus op een gegeven moment achter dat tot zo voor bepaalde mensen iets anders betekent dan voor mij. Ik neem dan gewoon inderdaad heel letterlijk tot zo direct. Als het later is, dan zeg je tot vanmiddag of tot, ik noem maar wat, een uur of drie. Ik ben ook benieuwd hoe dat voor jullie is. Of jullie, wat jullie eigenlijk ervaren bij tot zo. Want dat kan natuurlijk ook voor iedereen anders zijn. Een tweede voorbeeld wat ik kan geven is als ik met iemand bijvoorbeeld eventjes iets ben gaan drinken ergens. En we zitten aan een biertje. En de ander zegt bijvoorbeeld van nou nog één biertje. Alleen ik heb al een paar keer gemerkt dat er na dat biertje nog een biertje komt. Dan is het weer nog één biertje. En daarna is het nog weer één biertje. En ik weet niet of dat per se iets is van de Achterhoek. Want ik woon tegenwoordig in de Achterhoek. Of dat daarbij hoort of dat dat gewoon überhaupt gewoon een bepaalde cultuur is of zo. Maar voor mij is nog één biertje gewoon letterlijk nog één biertje. En dan gaan we. Dus voor mij, mij geeft dat gewoon heel veel houvast. Dat ik gewoon weet van nou waar ik aan toe ben. Weet je, we drinken er nog één en dan gaan we. Want ik ben moe. Ik wil graag naar huis. En als dat ene biertje dan er toch weer twee worden, ik noem maar wat. Dan kan dat mij zelfs een gevoel van onmacht. Misschien zelfs wel paniek geven. Want mijn houvast is gewoon helemaal weg. Ik had gedacht van nou, we gaan zo. Dan kan ik weer tot rust komen. Maar als dat in één keer anders loopt, dan ik snap dat ook gewoon niet goed dan. En ik moet nu dus ook heel erg het gaan aanpassen in mijn hoofd. Ik heb nu een soort vertaalslag in mijn hoofd gemaakt. Dat als de betreffende persoon zegt nog één biertje, dan weet ik, oh ja, dat is niet letterlijk. Eigenlijk betekent het dus gewoon niks. Behalve dat er waarschijnlijk daarna nog een biertje komt en nog een biertje. En als ik echt naar huis wil, moet ik of gewoon zelf gaan. Of gewoon heel duidelijk zeggen van ik wil nu gaan. Want anders helpt het dus gewoon niet. Ook wat betreft humor merk ik af en toe dingen letterlijk neem. Dan wordt er bijvoorbeeld een sarcastisch grapje gemaakt. En dat is ook wel iets wat meer mensen met autisme waar ze tegenaan lopen. Ik kan op zich best wel zelf ook wel sarcastisch zijn. En bepaald soort sarcasme snap ik wel. Dat heeft dan denk ik wel met de toon te maken dat het gewoon echt ook sarcastisch klinkt. Maar als mensen iets sarcastisch zeggen op een redelijk serieuze toon, dan komt het bij mij niet binnen als sarcasme. Dus dan denk ik gewoon dat het echt is. En dat kan best wel lastig zijn. Onduidelijkheid. Eigenlijk haakt dit een beetje in op wat ik net heb verteld bij dingen letterlijk nemen.
Ja, voor mij is onduidelijkheid gewoon heel erg lastig. Het voorbeeld wat ik net al aangaf, wat iemand zegt tot zo, en dat blijkt dus niet tot zo direct te zijn, maar later, ja, dat geeft mij gewoon heel veel onduidelijkheid. Dit betekent ook gewoon voor mij heel veel onzekerheid, want als het de volgende keer dat dat tegen me gezegd wordt, dan weet ik dus eigenlijk totaal niet waar ik aan toe ben, want die persoon kan inderdaad, tot mijn grote verbazing, zo direct weer komen, want op dit moment denk ik van nou, tot zo betekent dan voor hem tot 3 uur of zoiets. En als het dan in één keer wel echt letterlijk binnen het uur is, dan ben ik ook weer helemaal verbaasd. Dan ben ik wel blij verrast, maar ja, dan is het nog anders dan ik had gedacht. Mijn konijn is momenteel een beetje onrustig trouwens. Dus als jullie geluiden horen. Ik vind het ook best lastig als de planning voor de dag onduidelijk is. En kijk, als ik gewoon alleen ben en alleen de dag kan invullen, dan heb ik daar zelf controle over. Maar als je samen hebt, en jij bent, en ik heb natuurlijk een relatie, dan kan dat voor mij best lastig zijn als ik niet weet van, wat gaan we vandaag nou doen? Soms is het ook van, nou, we appen wel, als we niet samen zijn, hè. We appen nog wel. Ja, dan weet ik niet waar ik aan toe ben. En ja, ik moet soms dan ook echt wel eventjes gewoon het direct vragen, zo van, wat zullen we vandaag gaan doen? Om die duidelijkheid dus weer te gaan creëren, want ja, het kan bij mij. Sera. Hey. Ja, onduidelijkheid kan dus in mijn hoofd voor heel veel onrust zorgen. Dan ben ik eigenlijk de hele tijd aan het zoeken naar wat gaat er vandaag nou gebeuren. Ik wil toch controle hebben over de dag, wat de planning is. En soms probeer ik dan ook voor mezelf wel die duidelijkheid te creëren. Door inderdaad, dus wat ik al zei, eventjes op te bellen of te vragen van wat zullen we doen. Of gewoon zelf iets te plannen van nou, ik ga zo direct wandelen. En dan heb ik voor mezelf wel weer die duidelijkheid gecreëerd. Onverwachte situaties. Iets waar ik ook de laatste tijd best wel vaak tegenaan loop, dat zijn onverwachte situaties. En dat kan natuurlijk wel van alles zijn, hè. Ik bedoel, er is gewoon heel veel onverwachts in het leven. Ik kan het bijvoorbeeld best wel lastig vinden als een afspraak opeens op een andere locatie plaatsvindt. Bijvoorbeeld een werkafspraak. En vooral als dat best wel kort op de afspraak is en ik de locatie ook niet goed ken. Ja, dan kan dat bij mij best wel veel ruis veroorzaken, heel veel onzekerheid. Dan moet ik echt helemaal in mijn hoofd schakelen. En dat is ook heel erg vermoeiend. En vaak, ja, dan moet ik ook weer op Google gaan kijken, op Google Maps. Van ja, waar is het dan precies en hoe ziet het eruit? Meestal ga ik dan op Street View kijken hoe het er daaruit ziet. En een tweede probleem kan ook zijn van ja, vaak ga ik met de auto naar zo'n afspraak. Waar kan ik dan parkeren? Is het dan betaald parkeren of niet? Ja, dat moet ik dan ook weer zien uit te zoeken. Een tijdje geleden had ik dan ook een werkafspraak die in één keer op een andere locatie plaatsvond. Dat was in het centrum van Arnhem. En het was eigenlijk een beetje een beetje aan de rand. Dus het was niet helemaal duidelijk of ik daar nou zou moeten betalen of niet. En ik had de auto aan de rand van het Zonsbeekpark gezet. En voor mij leek het een plek waar ik niet zou hoeven betalen. Maar nou ja, ik moest nog een stukje lopen naar de afspraak. En eenmaal daar werd mij gezegd dat het waarschijnlijk wel een plek was waarvoor ik zou moeten betalen. Dus opeens had ik zoiets van, het was al de tijd van het begin van de afspraak was al. Dus ik had zoiets van, ja, maar ik ben nu net op tijd, weet je. En dan moet ik weer terug en dan kom ik eigenlijk te laat en moet ik in één keer die auto weer gaan verplaatsen en dan waarschijnlijk nog een stukje lopen. En dan moet ik dus in één keer wel zien te betalen. En ja, mij werd dan gezegd dat ik een app kon installeren. Dus ik eerst die app installeren en mijn hele hoofd natuurlijk in chaos. Dus ik moest al die stappen doorlopen. Ik moest nog een account aanmaken op die app. Dus uiteindelijk dat gedaan. Terug naar de auto, die verplaatst. Op de app weer aanmelden. En uiteindelijk toen ik terug was, zei ik van nou, ik sta nu daar en daar. En toen bleek dus ook nog dat ik daar niet eens had hoeven betalen. En toen had ik zoiets van, ja weet je, ik laat die app maar doorlopen, want ik weet het intussen ook niet meer. En ik declareer de kosten wel bij de organisatie en het zal allemaal wel. Ik kan hier ook niks aan doen. Maar intussen was mijn hoofd natuurlijk wel helemaal vol van dit alles. En dan ben je nog niet eens begonnen aan het gesprek. Dus dat zorgde voor mij wel voor extra vermoeidheid en heel veel onrust. En ja, ik denk dat een ander daarin gewoon veel makkelijker kan schakelen. Iemand die geen autisme heeft. En ik wil niet zeggen dat die dat misschien ook
niet lastig kan vinden. Maar bij mij blijft dat nog het hele gesprek door mijn hoofd spoken. En ja, ik kan daarna dus ook extra vermoeid zijn. En ook de volgende keer wil ik daar eigenlijk ook niet meer afspreken. Hevige emoties. Ik merk dat ik best wel last heb van hevige emoties. Ik kan bijvoorbeeld door iets heel erg van slag raken en dan ook heel snel gaan huilen. Voor mij is huilen echt iets, ja, weet je, de ene die krijgt misschien een woedeaanval. Ik krijg vaak een huilbui en ik kan er ook echt in blijven hangen. Ja, ik kan me echt gewoon helemaal ontredderd voelen op zo'n moment. Mensen met autisme kunnen gewoon best wel eerder in hun emoties schieten. Wij zijn gewoon best wel gevoelige mensen. Tegelijkertijd merk ik ook wel dat dingen bij mij te maken kunnen hebben met iets uit het verleden. Dat daar toch stukjes trauma zitten. Dus ja, is het dan specifiek autisme of is het meer trauma? Maar het kan ook een combinatie daarvan zijn. Ik merk dat ik de laatste tijd best wel lastig vind als ik niet begrepen word. En ja, dat ik dan dat ook wel de ander kwalijk kan nemen en dat ik daar echt door van slag kan raken, dan voelt het voor mij als onbegrip. En vooral als ik dan ook al helemaal overprikkeld ben, dan kan het ervoor zorgen dat ik echt in een huilbui verzeil. En ja, dat ik ook daar gewoon moeilijk uitkom en dat ik echt even weer helemaal tot rust moet komen. En ja, dan ben ik gewoon echt van slag. Terwijl eigenlijk weet ik dat niet iedereen mij kan begrijpen. En dat het eigenlijk ook niet iets is wat ik een ander kan verwijten. Maar ja, dat is nou eenmaal op het moment hoe ik erop reageer. Zoals ik zei, is dat dus ook een stukje trauma. En ik ben ook op dit moment in therapie om daarmee te leren omgaan. Ja, kijken of ik daar iets mee kan doen. Waardoor ik misschien de volgende keren wat minder heftig daarop reageer. Ik kan ook echt in mijn emoties blijven hangen. En moeilijk eigenlijk weer mezelf weten te kalmeren. Ik heb vaak ook wel een moment voor mezelf nodig om eigenlijk alles in mijn hoofd dan weer een plekje te geven. En in dingen blijven hangen, dat is ook wel iets wat ik bij mensen met autisme wat vaker zie. We hebben gewoon wat meer moeite om het negatieve dingen kwijt te raken. We hebben gewoon meer verwerkingstijd nodig. En dat merk ik dus ook bij mijzelf. Vermoeidheid. Ja, vermoeidheid is iets waar ik eigenlijk standaard wel mee te maken heb. Leven met autisme zorgt gewoon voor dat je gewoon eerder vermoeid bent. En ik ben ook wel iemand die zich heel erg probeert aan te passen aan anderen. En ja, eigenlijk, ja, ik probeer me ook best wel vaak niet autistisch voor te doen om toch mee te komen in de maatschappij. En ja, dat zorgt er eigenlijk voor dat ik me heel erg aan het compenseren ben. En dat kost heel veel energie, want eigenlijk ben ik dan niet mezelf helemaal. En dan ben ik me continu aan het aanpassen. En ik ben daar ook wel een beetje een weg in aan het vinden van, ja, weet je, moet ik mezelf wel de hele tijd zo aanpassen? Ik wil ook echt af van please gedrag. Ik ben heel erg een pleaser. Ik wil het anderen naar de zin maken, dat zij het goed hebben. Alleen de valkuil daarvan is dat ik mezelf eerder wegcijfer. En dat is iets waar ik ook op dit moment door middel van therapie aan het werk ben. Voor mij zijn sociale gelegenheden ook gewoon wat vermoeiender dan voor andere mensen. Ja, eigenlijk ook weer door dat compensatiegedrag. Omdat ik me de hele tijd aan het aanpassen ben. Ook als ik meerdere afspraken per week heb, kan ik extra vermoeid zijn. Ik moet dan vaak ook 's middags op de bank gaan liggen om weer bij te komen. En ja, ik moet ook goed slapen. En dat is soms ook, ja, als ik heel erg onrustig ben, dan slaap ik gewoon wat slechter. Dus dan kost het me ook wat meer tijd om weer bij te komen. Plus dat natuurlijk alles wat er gebeurt. Ja, dat mijn verwerkingstijd daarvan is gewoon wat langer dan bij iemand zonder autisme. Ik heb ook gewoon wat meer alleentijd nodig daardoor. Dat ik gewoon even alleen ben, geen prikkels, even alles in mijn hoofd kan verwerken. En als je een beetje thuis bent in computers. Ja, ik noem dat dan defragmenteren. En ik kan wel wat vertellen van vroeger met de computer. Als je Windows 95 of Windows 3.11 hebt meegemaakt, dan kon je dus ook de harde schijf defragmenteren. En dan zag je, als je dat echt aanklikte en in beeld bracht, dan zag je allemaal van die blokjes. En dan zag je dus dat die computer al die blokjes, die ging je dan weer recht leggen, of nou ja, bij elkaar op de goede plek leggen. En dat zag je letterlijk gebeuren. Waardoor uiteindelijk de harde schijf, weer beter kon functioneren, omdat alles goed geordend was. En dat is ook wel hoe ik mijn hoofd dan zie. Dat al die blokjes weer op de goede plek worden gelegd. Waardoor ik weer beter kan functioneren.
Nou, ik ben heel erg benieuwd of jullie dingen herkennen van wat ik nou zojuist heb verteld. We zijn natuurlijk allemaal anders, maar misschien herken je er iets in. Of misschien zijn er kenmerken van autisme waar jij op dit moment tegenaan loopt. Deel je ervaringen dan ook gerust onder deze video. En als je dit een leuke video vindt, kun je ook de video liken. En als je geen toekomstige video's wilt missen, kun je ook abonneren op dit kanaal. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!